Beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe kookvideo van Chef Sense. Mijn naam is Jouk en hier samen met chef kok Typhoon. Welkom dames en heren. Typhoon, wat voor lekkers gaan we maken vandaag? Wij gaan vandaag een heerlijke saté maken met witte rijst en gekarameliseerde boontjes. Nou, dat klinkt goed. En dit is wat we er allemaal voor nodig hebben? Ja, en als je precies wil weten wat er allemaal in komt zitten, kijk even hieronder in de beschrijving. Nou, dan gaan we beginnen. Yes, man. Ik ga beginnen met het rijden van de saté. Ja, en ik ga alvast de boontjes afkoken. Ik heb het water al aan de kook gebracht, zet het vuur even aan. En we voegen er even wat zout aan toe. Zo. En dan gaan we de boontjes afkoken voor circa 6 minuten. Ik ga beginnen met het rijden van de saté. Ik heb de stokjes alvast uit het water gehaald. Die leggen wij normaal gesproken een paar uur van tevoren in het water. Waardoor de stokjes minder snel verbranden dadelijk in de pan. Ja, de boontjes zijn lekker aan het koken. Ik ga beginnen aan de marinade. Wat hebben we hiervoor nodig? De ketchup manis. Bassuiker voor dadelijk te laten karamelliseren. En een klein beetje sambal voor de pit. En wij gebruiken vandaag de veggie blend van Chef Sense. Dit is perfect voor de groentes. Dus die doen we er een klein beetje bij. Dat geeft nog een extra smaakje aan de marinade. En dan is eigenlijk niks meer dan even mixen. De marinade voor de boontjes is nu klaar. Die gaan we zo straks gebruiken om de boontjes in te gaan wokken. De pan heeft nu 6 minuten gekookt en we zetten het vuur uit en we gaan de boontjes laten schrikken. Je zorgt ervoor dat de boontjes stoppen met garen en dan kunnen we zo straks op de boontjes gaan wokken. Ja, en ben je nou benieuwd hoe ik aan deze marinade kom? Kijk dan even op ons YouTube kanaal. Ik begin alvast met het verwarmen van de steesaus. Ik heb een klein bodempje water in de pan gedaan. Dit zorgt ervoor dat niet het steesaus meteen aanbrandt als je hem erin doet. Wil je nou weten hoe wij deze steesaus gemaakt hebben? Kijk dan even op ons kanaal. Die is lekker. En ik ga alvast beginnen met de rijst. Ik heb het water in de kook gebracht. Die gaan we voor 8 minuten nou in de kook brengen. De rijst is lekker aan het koken. En ik ga beginnen met de saté. Ik heb het vuur al aangezet. Dan voeg ik olijfolie toe. En ik hou de saté-saus in de gaten zodat die niet verbrandt. Gewoon lekker rustig erin roeren. Dat komt helemaal goed. Mooi de stokjes erin leggen. Lekker. De rijst is bijna klaar om afgegoten te worden. Jouw is steeds mooi aan het garen. De satésaus staat al klaar. En ik ga nu beginnen met het karamelliseren van de boontjes. Ik pak een beetje olijfolie. Het hoeft niet veel te zijn, want we gebruiken eigenlijk de marinade om in te gaan wokken. Voeg de boontjes eraan toe. En vervolgens de saus. De marinade lekker aan toe. En die gaan we lekker wokken. Hoe lang moet die rijst blijven? 2 minuutjes en is klaar. Nou, de rijst is klaar. Opschappen maken. Ja, deze is lekker. Applausje waard hoor. Jazeker. Vonden jullie dit nou een leuke video? Dan een blauw duimpje omhoog. Of blauw duimpje, dat mag ook natuurlijk. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal voor nog meer leuke kookvideo's. Hier op dinsdag, donderdag en zaterdag hebben wij weer nieuwe kookvideo's van Chef Sense.